Welkom in mijn nieuwe huis. Cheers. Wow. Nou, een klus ben ik. God, waar mee. This happens. Hallo. Kom erin. Oh my god. Welkom in mijn nieuwe huis. Wij zijn er ook pas echt net in, dus... Ik ben echt ook een beetje helemaal excited en zo. Maar oké, ik ga gelijk een lege house tour doen, omdat heel veel van jullie dat wilden zien. Dus, let's go. Oké, we beginnen gewoon gelijk bij de berging. Dat is het minst leuke, maar een beetje moet je toch even laten zien. Best wel klein. Maar hier komt een wasmachine en een vriezer. Nou ja, hè, simpel bergingetje. Nou, dan loop je verder. Hier twee meterkasten. De woonkamer. Oh my god. Hier zit de badkamer. Er zit nog geen licht in. Dus ik weet niet of je het heel goed ziet. Zie je het? Zie je het wel? Oh. Nou, gewoon de douche. Everything. Dus. Het is hier echt bloedheet. Dat het gisteren zo warm is geweest. Nou. Oh my god, het is voor mij. Ik kan niet bloemen. Het is echt prachtig. Het is dus een loft. Dus hierboven is dus het slaapgedeelte. En zoals je ziet aan de muren moeten er nog lampen komen. Dus daar zitten van die draadjes aan. En dit is de cuisine. Oh my god. En ik heb champagne gekregen. Het staat ook best wel hol hier binnen, omdat er dus niks in staat. Cheers. Dit is de keuken. Oh my god. Echt wel een gloednieuwe keuken. Nou. Hè? Je ziet het. Geruimte. Wat is dit? En het leukste gedeelte. De afwas. Zoals jullie zagen had ik in de studio geen afwasmachine. Ik heb dus echt al heel mijn leven ben ik gewoon aan het afwassen. Dus het is echt super luxe voor mij. En hier zitten ook nog allemaal kastjes. Er is een super mooie nieuwe oven. Volgens mij zit zo'n all-in met microwave en oven. Dus dat is vet nice. Hier kastie. De koelkast. Ook lekker groot. En ik ga dus, het is gewoon een vriesvak, dus ik ga gewoon een extra vriezer erbij kopen. Dus dat. Oké, nou, de keuken. En dan gaan we naar boven. Daar wordt dan de slaapkamer. Kijk uit als je het valt. En dit wordt de slaapkamer. Want dit is een beetje laag. Maar hier komt dus het slaapgedeelte. En dat wordt nog even passen en meten. Want ik had de zwaar gezien die we vandaag willen ophalen. Maar we moeten even kijken of het past. We moeten even kijken. En kijk even dit. Zo wakker worden. Oh my god. Nou. Dat was het. Echt prachtig. Ja. Dit is het. Maar op die hierop is echt nog helemaal vies. Dus ook nog schoonmaken. Mama, je bent zo gek als waar ik ben zo waar je bent. We hebben dit nu al naar boven getild. Dat is trouwens echt heel bloedheet. We gaan zo eventjes langs Ikea, want we gaan de ladekast halen. En we hebben dus de keuken schoongemaakt. We gaan daarna de badkamer en zo schoonmaken. En ik wil ook alvast wat dingetjes halen, zoals handdoeken. Van die opbergboxjes voor in de keuken en zo. We moeten even kijken wat we vandaag allemaal gaan halen. Het is wel een beetje overwhelming of zo, waar je allemaal aan moet denken en wat je allemaal moet doen en wat je moet kopen. Maar weet je, we hebben gewoon de tijd, dus we doen gewoon rustig aan vandaag.
IKEA, IKEA. Hoofd in gang. Hele tour dit. Je mag eigenlijk nooit filmen in IKEA. Maar hier hebben ze dus zo'n bankje die ik wil. Voor maar 40 euro. Wel een wat lichtere kleur, maar het is wel echt een hele mooie kleur. Dus heel nice. Ze hebben ook een kleinere versie. Deze mand gehaald, dus dat wil ik heel graag voor wc-rollen, zeg maar. Wil ik zo'n mooie mand. Dus ik heb deze eigenlijk een plantenbak. En een afwasbosje. Ik heb een afwasmachine, maar ja. Soms heb je toch dingen die je ook wil schoonmaken. Inmiddels heb ik ook nog een broodmandje gevonden. Echt super cute. En van die bokalen voor granola. Dat soort dingen. Ze hebben dus van die zelfklevende dingetjes erop. En ik vond ook nog deze heel handig. En we zoeken nu zo'n krukje. Want we komen niet bij de keuken. Want we zijn echt heel klein. Dus we nemen even een krukje mee. Je denkt, we zijn al sinds bij IKEA. Nee, nee. We zijn van Barendrecht naar Brea gegaan. Want ze hadden de ladekast niet. En ik heb alvast ook hele mooie handdoeken gekocht. Dit is van mijn moeder. En zo'n vuilnisbakje voor bij de wc. Mag ik een momentje voor mijn gezicht? Sinds 9 uur zijn we bezig. Het is 9 uur nu. Van 9 tot 9. Good morning, lieve mensen. We zijn helemaal verpakt. Helemaal. Kijk hoe ik zit. Dit is de tweede verhuisdag. Ik heb gisteren niet super veel gefilmd. Ik ben zo gaar. Hallo? Hi. Kijk hoe lief, ze komen helpen. Maar ik wil gewoon even een reactie even filmen. Oké. Ja, kom maar. Wow. Oh my god, die raam. Zo... Wow. Het is wel een beetje warm hier. Dit is de situation. Mama en Jasna zijn daar boven om de ladekast te doen. Ik ben zo slecht in IKEA dingen. Like, je hebt precies niks aan me. Ik hou dingen vast. Dus als ze me nodig hebben, dan roepen ze me. Ik ben ondertussen de keuken aan het doen. Ik heb alvast boodschappen gedaan. Voor zometeen. En ik heb net de pannen hier gedaan. Ik had deze van mijn vader gekregen. Dit is voor inductieplaten. En ik vind ze echt... prachtig, echt zo lief. En hij had ook hele mooie onderzetters van Paris. Echt super cute. Ik ga sowieso nog een home tour doen hoor. Ik ga eventjes de boodschap inruimen. Ja, ook even de rest inruimen. Dit is toch dramatisch. Dramatisch. Dus ja, dit is een beetje de situatie. Mijn blender kapot gemaakt. Hier heb ik deze. I love it. Maak het aan. Deze zit erin. De Nutribullet en de zo'n beker. Deze. Bij IKEA gekocht voor maar 10 euro. Dus dat is wel vet nice. Dus die ga ik gelijk in de afwas doen. Afwasmachine vullen. Ik heb dus nog nooit een afwasmachine gehad. Dus ik voel me echt zo luxe. Dus we'll be right back.
rusten ben ik. Godzame. Dit is de enige wat ik kan. Ik heb een beetje rommelig gevlogd, heb ik het idee. Het is zo hectisch en als je helemaal bezig bent, dan vergeet ik eigenlijk een soort van de camera erbij te pakken. Dit is verhuisdag 3 en het is echt nog steeds een mes. Gewoon, we hebben vandaag de laatste spullen uit de auto gehaald. Morgen wordt de bank geleverd. We gaan echt van alles doen. Ik had verwacht dat ik iets eerder klaar zou zijn met alle spullen, zeg maar, uitruimen. Maar het kost best wel veel tijd. Ik moet zo nog editen. De video moet over 2 dagen online. Dit is de eerste nacht dat ik hier ga slapen. Mijn bed wordt pas volgende week geleverd. Ik heb wel mijn matras, maar ik laat hem nog wel even dicht. Dus ik heb een luchtmatras. Een luchtbed. Matras. Luchtbed. Ga ik straks hier gewoon in de woonkamer zetten. En dan ga ik gewoon lekker hierop editen. Ik heb hier wel ook nog een stoel, dus dat is ook wel chill. Maar ik ga hier dus voor het eerst slapen. Dus ik vind het wel heel erg spannend. Onder de trap staan echt nog super veel spullen. Onder andere voor de badkamer, voor de keuken. Er zitten ook een paar tassen bij met bijvoorbeeld boeken en zo. Maar ik heb het reservoir ook nog niet. Dus het is een beetje, hè, verspreid. Ik heb zoiets van, ik wil echt het proces van verhuizen. Ik wil er echt gewoon van genieten. En ik doe gewoon op mijn gemak. Dus ja. Oh my god. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Morgen komt de bank en de vloer is echt nog vies. Dus ik ga zo, voordat ik het bed ga opblazen, Wat de hel. Sorry, ik ben zo moe. Oh my god. Het is 6 uur, maar ik kan gewoon echt gaan slapen. Maar goed. Ik ga hier nog even goed dweilen, zodat ook de bank gewoon hier neergezet kan worden. Gewoon chill. Eerst even alle spullen die hier nog staan, ga ik helemaal naar de muur schuiven. Mijn favoriete kaars ga ik aanzetten. Voilaatjes, hè. Look at that. Voor de coziness, hè. Voor de gezelligheid. Ik heb een kaarsje aan. Huppersee. Kijk eens. Nou, je ziet het niet, maar gelijk, hè? Sfeer. Goed. Nou, nog even doorpakken. Ik ga alle spullen eventjes aan de zijkant zetten. Mocht je je afvragen waar ik deze poef van heb, van de kringloop, €5. Deze ga ik denk ik in de slaapkamer doen. Geen idee nog waar ik deze ga doen, maar hij gaat nu naar die kant. Deze speaker heeft mijn vader meegenomen. Hij is van de Action. Maar hij doet het goed. Ik weet ook even niet waar mijn speaker, zeg maar, is. Maar deze is echt, ik vind hem mooi. Dus hij staat daar op het raam. Dit is van me. Trouwens, mijn badkamermeubel. Dit was dus niet echt in de badkamer. Dus ik heb er een schoenenrekje van gemaakt. Als je zeg maar binnenkomt, dan kan je daar je schoentjes zetten. Dit wil ik even heel graag in een vaas zetten, want hè, mijn graan. Ik ben 1 Dr. Martens even kwijt tijdelijk. Hè? Dus dat is ook even een dingetje. Dit gaan we ook eens opruimen. Maar ik vind het wel heel nice zo. En dan komt hier waarschijnlijk nog een kapstok. Maar voor nu ga ik even dat graan daar doen, want I love it. Dus dat is dan eventjes deco momentje. Dus ik ga deze eventjes schoonmaken. Ik heb net al met een allesreiniger getest. Het werkt echt super goed. Maar ik ben wel nog steeds voorzichtig. En ik weet nog niet of ik deze zeg maar in de woonkamer ga zetten of daar. Ik ga hem nu even tijdelijk daar in de hoek doen. Deze zag echt zo vies uit. Like, ik weet niet of dit goed is ervoor, maar ik heb ook mijn deurmatje al neergelegd. Ik moet hem eigenlijk even strijken. Want het is een beetje gek. Sorry, maar wie maakt de deur nou blauw? Wie maakt het blauw? Ik heb ook nog mijn pluimen. Deze had ik bij de, wat heb ik deze gekocht? Bij de leenbak. Misschien kan ik die doen. Ik denk dat het te groot is. Oh nee, dat gaat wel. Wat vinden jullie? Zal ik hier graan in doen? Of de pluimen.
Ik laat ze voor nu even. Het is ook leuk om op het rekje te doen. Wat een idee weer. Ik had dit graan bij Dylan Camille gekocht. Niet zo duur. Volgens mij was het iets van 7 euro of zo. Hup. Die pluimen, daar vinden we nog wel een plekje voor. Zo leuk om alles in te richten en zo. Hup. Ik heb hier trouwens in dit kleine kastje heb ik alvast al mijn schoonmaakdingen gedaan. Dus dat is wel chill. Mijn doekjes en zo daar. Dit kan wel hier. Echt, die Virgo in mij komt echt naar boven. Ik ga jullie ook alvast een sneak peek laten zien van de kast. Tadaa. Je hebt allemaal dezelfde soort bakjes. Deze ook van de IKEA. Mijn bun steamer. Al mijn zaden voor de smoothie. Ga maar eens koken. Echt geen zin. Ik had deze bij de Xenos gekocht. Hier is zo'n kraantje. En ik vind het zo leuk. Ik ga hem lekker vullen met water. En even kijken hoor. Ik heb munt. Gember. En even strijkplankje. Ik ben ook heel benieuwd of hier in de buurt een markt is in de week. Want dan kan ik gewoon lekker verse munt kopen. Hoef ik niet zo in zo te kopen. Last van die babyhaartjes. Heel irritant. Jongens, I'm so excited. Tada! Ik heb hem niet helemaal vol gedaan, want ik ben gewoon bij mijzelf. Dus dit is wel genoeg. En nu, hier krijg je toch echt zin van om te drinken. Met zo'n kraantje, ik vind het zo schattig. Kom mee, kom mee. Cheers, guys. Ik had trouwens dit bij IKEA gekocht. Van die soort beschermdingetjes. Dus als je bijvoorbeeld komkommer hebt of iets wat je open hebt, dan kan je dit soort van erop doen. Snapte? Kijk, op een pot of weet ik veel wat. Dan kan je zo'n houdbaarheidsding erop doen. En dan hoef je dus niet van dat plastic doorzichtige folie, zeg maar, te gebruiken. Ik vond het leuk, weet je. Bijvoorbeeld hier, op zo'n citroen bijvoorbeeld, hè. Had ik ook trouwens erin kunnen doen. Op zo'n citroen. En zo even, je snijdt hem. Hup, pak je dit. Doe je zo op de citroen. Ik heb dus nog nooit met een inductieplaat gekookt. Moet ik de handleiding lezen? Misschien wel. Misschien wel. Misschien een goed idee. Ik wil natuurlijk ook niet dat ik iets opfok. Kijk, use bediening. Aan. En is het zo als ik hem erop doe dat hij dan al doet? Nee. En tot hoe ver kan die? 6, 7, 8. Oké, tot 7. Gisteren bij mama hadden we een soort van pasta bolognese gemaakt. En ik had van dat nep gehakt. Het was echt super lekker. Hij was van Gourmet. Ik weet even niet hoe dat merk heet. Gourmet. Gourmet nog wat. Echt super lekker. Dus dat ga ik lekker opwarmen. Lekker simpel. Ondertussen even stofzuigen. Waar is mijn ding? Oh, daar. This happened. Yes. Ziet het er niet uit. What the f? Helemaal bloed. Ik denk, what the fuck? Ik wil dus het graan korter maken om het in dit te doen. En nu ziet het zo cute uit. Maar ja, hè? Wel twee sneden in mijn vingers. It's okay. It's worth it. It's worth it. So, look at that. Improvisatie. Dit is toch zo mooi. Oh my god. Ik ga dit nog natuurlijk op mijn eettafel en zo zetten. Oh, eindelijk clean. Eindelijk. Nu even de grond dweilen.
love met deze lamp. Ik heb deze dus bij de kringloop gehaald voor de mensen die die video niet hebben gezien. Het was de eerste verhuisvlog. En we moeten het nog even schoonmaken. So. Het enige nadeel van deze lamp is, ik weet niet of jullie dit zien, maar hij is best wel los. En ik krijg hem dus niet goed gedraaid. Dus ik snap het echt niet. Gedoucht. Echt super fijn en gek. Eerste keer douchen in mijn nieuwe huis. Nou, ik vind het helemaal mooi. Nog even door editen. En dit is trouwens mijn favoriete roomspray. White Sage. Echt, als je deze ooit ziet, de best. Hij ruikt geweldig. Sally reinigt ook je huis. Ik weet nou niet eigenlijk of het met zo'n roomspray hetzelfde is. Maar met normale Sally kan je je huis zeg maar reinigen. Ik vind dat altijd heel erg lekker.